De Belgen komen weer tekort, hè. De doek is de Nederlanders zijn altijd een beetje groter en dan hebben ook grotere voeten. De Superprestige is een Belgisch klassement. Gieten is de eerste wedstrijd in de serie van 8 en ook de enige Nederlandse, waardoor het voor de Belgen een bijzonder uitje is. Bij ons is het bijzonder omdat we een paar dagen weg zijn met huis. Dus hier komen we even op logement, mogen we een paar dagen met een Nederlandse pintje drinken, s'avonds en zo. Dat is best leuk, ja. Een oude fiets die blijft staan, die begint ook te kraken, hè. Die moet regelmatig duwen. Dan blijft die in de wiggel, zeggen ze bij ons. En dit is nieuw in Gieten en daar zijn ze maar wat trots op. Een stuk land van 40 meter breed en 325 meter lang, waar wij dus zoals je ziet, eigenlijk alle tenten en de start en de finish op kunnen houden. Vroeger hadden wij start en finish nogal een eindje uit elkaar en dit is eigenlijk in één oogopslag zie je alles. We gaan zo meteen het terrein van de Superprestige even verkennen. Dit is de startbaan, start-finish is hier. Helemaal speciaal aangelegde weg en we gaan zo meteen het zandgat op. Wie is hier wel eens geweest bij de Superprestige? Ik! Nee, nou niet geweest. Nou, dat is best wel leuk. Ja. En wat is het zwaarst? Van drie zand. Het zandgat. Zullen we het proberen? Ja! Let's go! Kinderen van drie verschillende scholen uit Gieten mochten vandaag het parcours al testen. Ja, het was in het begin wel zo moeilijk, maar na een paar keer doen was het wel beter, zeg maar. Die grote mannen fietsen hier, hè? Ja, dat is heel zwaar, vind ik zelf. Nou, al na een kwartiertje, zeg maar. Dus het was, ik vond het wel ik vind het heel knap van ze. Goed zo. Dat is zwaar. Je moet vooral heel erg goed doortrappen op de lichtste versnelling. En ja, je moet heel veel ervoor trainen, maar verder gaat het wel goed op zich. Klaar jongens? Ja! Gaan we terug. Let's go! Namens vastgoedservice Colder Palace is hier de winnaar van de wedstrijd, Wout van Aert. En wie zijn opvolger wordt, kunt u zondagmiddag zien bij TV Drenthe. Zowel de vrouwen- als de mannenwedstrijd wordt live uitgezonden vanaf 14:30. En oud-wereldkampioen bij de junioren Tijmen IJsing doet de analyses en verkende vandaag het rondje. Zwaar, zwaar. Echt lastig hoor. Het was hier al lastig omdat je continu op en af gaat. Ze hebben er nou een extra zandstrook in en een extra beklimming. Ja, het is een rondje voor jongens die goed in orde zijn op het moment. Gieten is er klaar voor. Nou ja, bijna dan. He's my brother.